Bij leerproducten is het van belang om het leer goed te verzorgen en te onderhouden. Hiermee verklaar je namelijk de kans dat het leer stug wordt, dat het gaat scheuren of dat het uitdroogt. In deze video ga ik jullie daarom een aantal producten laten zien waarmee je het leer kan verzorgen en kan onderhouden. De eerste stap in het verzorgen en onderhouden van het leer is het schoonmaken. Door het leer van tevoren schoon te maken voorkom je dat het vuil en viezigheid in het leer wordt gesmeerd. Denk bijvoorbeeld aan zand, haren of zweet. Er zijn verschillende manieren om het leer schoon te maken. Zo kun je kiezen voor zadelzeep. Bij deze zadelzeep wordt een sponsje bijgeleverd, maar je hebt ook varianten waarbij je het sponsje los bij moet kopen. Het is de bedoeling dat je het sponsje vochtig maakt en vervolgens met het vochtige sponsje in de zadelzeep op je zadel gaat smeren en het uit gaat wrijven. Je kan ook voor kiezen om een sprayvariant te kopen, mocht je dat fijner vinden. Deze spray op het zadel laat je een beetje intrekken en vervolgens wrijf je het ook uit. Het is bij het schoonmaken van het leer ook van belang dat je de kussens van het zadel meeneemt. De kussens komen namelijk het meest in contact met het zweet van het paard. En het is daarom heel erg belangrijk dat je deze ook extra goed schoonmaakt. Daarnaast is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat het leer voldoende tijd heeft om te drogen. Probeer het proces ook niet te versnellen door het leer in de buurt van een warmtebron neer te leggen, want dit droogt het leer namelijk alleen maar verder uit. Nadat het leer goed heeft op kunnen drogen, zijn er verschillende producten verkrijgbaar waarmee je leer vervolgens kan gaan verzorgen. Denk aan ledervet, ledercrème, lederdressing of lederolie. Ten eerste kun je kiezen voor ledervet. Ledervet maakt het leer soepel en zorgt dat het water afstotend wordt. Ledervet kun je door middel van een doekje of een sponsje aanbrengen op het zadel en zo nodig uitwrijven. Een andere optie is lederolie. Lederolie is heel geschikt wanneer je een middel zoekt wat snel intrekt of wanneer je heel erg uitgedroogd of heel erg stug leer hebt. Daarnaast zorgt lederolie voor een mooie glans. Met lederolie kun je ook de stiksels verzorgen. Zorg alleen wel voor dat er niet te veel olie op de stiksels komt, omdat deze dan eventueel wat weker kunnen worden. Dan kun je ook nog kiezen voor ledercrème of lederdressing. Deze producten zijn wat minder vet dan een olie of een ledervet en ze trekken allebei ook heel erg snel in. De meeste crème en dressing zijn kleurloos, maar er zijn ook producten verkrijgbaar met een kleurtje. Zo kun je bijvoorbeeld je rijlaars weer een mooie diepe kleur geven. Zo zijn er ook totaalpakketjes verkrijgbaar. Met deze pakketjes heb je alles in huis om al je leer te verzorgen en te onderhouden. Ben je nou benieuwd naar alle leerverzorgingsproducten? Bekijk de gouden leerverzorgingsproductenpagina op onze website.